Ik vind het een heel fijn idee dat ik deel uitmaak van die collectie. Omdat het toch eigenlijk heel belangrijk is dat dat gebeurt. Dat hedendaagse kunst wordt gearchiveerd en bijgehouden en onderhouden. Gewoon het idee dat dat kan en dat er een instituut is die dat moet conserveren, dat vind ik eigenlijk een heel prettige gedachte. Het is altijd interessant wanneer mensen een soort van mening hebben over kunst. Ofwel zijn ze erg voor iets, ofwel erg tegen. Maar of je nu een liefhebber bent of niet, kunstbezitter ben je in ieder geval wel. Dankzij jou en mijn bijdrage hebben we een collectie van de Vlaamse gemeenschap opgebouwd met meer dan 6000 kunstwerken. In 2016 werd het werk van Gerard Herman toegevoegd aan de collectie. Niet één kunstwerk, maar de gehele tentoonstelling van 24 werken werd aangekocht, wat op zich een uniek gegeven is. Gerard is iemand die kan genieten van de allerkleinste dingen van het leven, de schoonheid ervan kan ervaren. En dat kan vertalen via beeld, via tekst. En die dus andere mensen hun visie van wat de wereld is, kan vergroten. Het is heel duidelijk bij Gerard, als je die tentoonstelling ziet, er zijn heel veel dingen die perfect op zich functioneren. Hele scherpe, mooie samenvattingen van dingen. Ik heb daar zo een prachtige tekening met een hoek van een kamer met een heldere gele vlek. Bij nader inzien is dat natuurlijk de afbeelding van iets wat minder prachtig is. Maar dat is een beeld dat blijft. Veel van die werken had ik wel affiniteiten mee als dingen zo die in mijn atelier staan, die je kunt tonen. Zo van, hey, en dit is dat en dat is dat. En die expo is eigenlijk een soort van overzicht van dat soort objecten. Dus ik wist dat de expo zou iets opbrengen, dat wel. En dan dacht ik, ja, wie kan 16 of 17.000 euro op tafel leggen? Wie ken ik die zoveel geld? Ik had nog nooit voor zoveel geld verkocht. Simon belde mij dan en zegt, ja Gerard, ik heb nieuws, ik heb alles verkocht ineens aan het mukken. En ja, die was heel euforisch en ik was daar ook wel blij om. En ook wel verbaasd en ja, onder de indruk van Simons en marchand instinct, denk ik. Ik denk dat hij niet tevreden was. Ik denk dat hij niet blij was met het nieuws. Dat blijkt nu het juiste moment te zijn geweest waarop je zegt van ja, hier verschijnt Gerard Herman op zijn scherpst. En goed dat wij daar als Vlaamse gemeenschap mee kunnen verder gaan. Het was onverwacht voor iedereen, voor Bart de Bar, voor mij, voor de toeschouwers, voor Gerard. Leven, zo gaat het leven. Nu kan je er evenveel waarde aan hechten. Het is zelfs beter, want nu ligt het in een plek waar ik zelfs niet zou kunnen beslissen om dat weg te gooien of te beslissen dat het lang genoeg heeft rondgehangen in mijn atelier. Dus ik alleen maar positief op lange termijn. Wat wel jammer is, is het feit dat we deze kunstwerken niet zo vaak te zien krijgen. In aanwinst maken we deze kunstwerken zichtbaar en de kunstenaars vertellen de verhalen die erachter schuilen.